Hi, mijn naam is Gijs en in deze video ga ik jou laten zien hoe je met een gratis tool in YouTube zelf heel eenvoudig binnen 1 minuut een professionele YouTube thumbnail kunt maken. Dus kijk even met me mee. Ik laat je een geweldige tool zien waarmee je eigenlijk binnen 1 minuut een geweldige aangepaste YouTube thumbnail kunt maken. En dat is met het programma TubeBuddy. Je moet even een plugin installeren. Persoonlijk zou ik niet de Safari browser gebruiken, want ik heb gezien dat niet alle functies met Safari werken. Dus je kunt er andere browsers gebruiken, bijvoorbeeld Internet Explorer. Je downloadt even het bestand. Staat toe. Dan zul je nog even moeten inloggen op YouTube. Even je user en je paswoord. En in principe, als je even nog klik hier doet, om even te bevestigen en te koppelen, dan koppel je hem aan je account, mocht je meerdere accounts hebben. In dit geval Online Video Marketing Academy. Je kiest het kanaal. Je drukt op toestaan. En eigenlijk is TubeBuddy nu eigenlijk al geïnstalleerd. En je kunt niet alleen heel makkelijk YouTube thumbnails maken, maar je kunt templates, annotaties, infocards, meerdere statistieken krijgen. Nu je TubeBuddy hebt geïnstalleerd, laat ik je even snel zien wat allemaal de opties zijn. Je ziet hier heb je allemaal opties, die ga ik in een andere video uitleggen. Maar als je bijvoorbeeld naar een video zou gaan, je klikt op het icoon en je gaat naar Thumbnail Generator. Nou kun je eigenlijk 3 dingen doen. Je kunt een still frame van de video nemen, wat super handig is. Een solid color of een image toevoegen. In dit geval doe ik even een still frame. Hi, mijn naam is Gijs Bodenstaaf. Je ziet, je kunt een frame kiezen als thumbnail. Maar je hebt ook een andere optie, solid color en image. Maar in dit geval doe ik het eerst even met een still frame. Je kunt zelfs per frame kun je een frame kiezen. Je drukt op continue. En eigenlijk is er al gelijk een foto gemaakt die je kan gebruiken als thumbnail. Je kunt, hier zie je aangevinkt lock background. Als je die losmaakt, dan kan je heel eenvoudig bijvoorbeeld de foto bewegen. Stel dat ik de foto links zou willen doen. En ik wil deze rechterkant wil ik bijvoorbeeld een kleur meegeven. Dan kun je laat ik eerst met een tekst beginnen. Dus misschien eerst even weer vastzetten. Je gebruikt een tekst. YouTube thumbnail. Nou, die kunnen we bijvoorbeeld in het rood maken. We drukken op add. En dan kan je hem dus heel makkelijk kan je hem verplaatsen. Je kunt hem ook heel makkelijk verkleinen. Maar ook breder maken, bold, onderlijnd en eventueel nog zwart aan de buitenkant. Stel dat we nog een extra tekst willen toevoegen. Add. Binnen 2 minuten. Maak hem even wat kleiner. Nou, je kan alles natuurlijk heel eenvoudig een andere kleur meegeven. Dus stel dat je geel wil. Choose. Hoppakee. Continue. Save and publish. Oké. Okay. En je aangepaste YouTube thumbnail is nu gemaakt. En wordt ook gelijk gepubliceerd. Het duurt even voordat de browser zijn cache, zijn geheugen heeft ververst. Zo kan je eigenlijk binnen 1 minuut of binnen 2 minuten heel eenvoudig een YouTube thumbnail maken. Dus je gaat naar TubeBuddy, Thumbnail Generator. Hi, mijn naam is Gijs Bodenstaaf.
continue. En je kunt ook bijvoorbeeld shapes toevoegen. Dat je zegt, nou, ik wil een pijl, add. Nog een tekst. Of misschien een image. Even losmaken. We gooien er een tekst overheen. YouTube. Thumbnail. Add. Doen we even in zwart. Nou, misschien wit. Mooier. Wat kleiner maken. Doe nog even een nieuwe tekst erbij. Thumbnail. 2016. Add. En je ziet, je YouTube thumbnail is nu klaar. Continue en save and publish. Super handige tool, helemaal gratis. Dus ik zou adviseren, maak er gebruik van. Niet alleen om een YouTube thumbnail te maken, maar ook voor hele andere functies. Want er zitten echt hele mooie statistieken in. Als je een upgrade doet, dan kun je nog automatisch in bulk annotaties, infocards doen. Dus het is echt een geweldig tool. Dus probeer hem uit. Het is gratis en het bespaart je superveel tijd. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds een YouTube-vraag? Stel je vraag even hieronder en ik ga je vraag beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.